Dit is zeker niet de eerste keer dat Guido Weijers opmerkelijke ding doet. Die smerige vent heeft namelijk vrouwen die rond de 18 zijn, een vakantie met hem aangeboden in ruil voor wat intimiteit. Het schijnt dat hij deze jonge, soms zelfs minderjarige dames, een gratis vakantie aanbood als ze met hem het bed in wilden duiken. Maar het is niet gebleven bij meisjes die rond de 18 waren. Hij is namelijk ook niet vies van kinderen van een jaartje of 12, 13. Ik heb een dame gesproken die toen ze 13 was, naar een voorstelling was gegaan van Guido. In de zaal vroeg hij wie er vandaag de jongste was in de zaal. Vervolgens heeft die kreep haar toegevoegd op Facebook, om vervolgens wekenlang met haar te gotten. Hij wilde met haar afspreken want hij had als hobby fotografie en wilde haar graag fotograferen. Na lange tijd van chatten werden de berichten steeds intiemer volgens het slachtoffer, waarna zij het contact heeft afgekapt, aldus Yvonne Codewijer. Na al die problemen met de jonge meisjes, zou men denken dat hij zich nu wel gedijst zou houden. Toch blijkt die man opnieuw gewoon net te gek. Hij maakt een soort racistische grap, maar het is niet erg grappig. Op zijn Instagram-verhaal deelt hij namelijk een wel zeer opmerkelijk bericht. Flat white omdat ik racistisch ben vandaag. Morgen weer heerlijk zwart, doelt hij op zijn koffie. Het blijft bizar dat mensen die zulke smerige dingen hebben gedaan, nog altijd gewoon van ding doen op social media. Een nieuwe fout is namelijk snel gemaakt door zulke smeerlappen. Hopelijk zoekt deze bizarre gek hulp, want anders kan het een bijzonder moeilijk verhaal gaan worden om een gewoon persoon te worden.